allemaal, ik ben Loes, 22 jaar. Ik zit in het derde leerjaar van de studie HBOV op Hogeschool Saxion in Enschede. Mijn school heeft een overeenkomst met het stagebureau van het Deventer Ziekenhuis. Daardoor loop ik nu 20 weken stage op de kinderdagbehandeling. Ben jij benieuwd hoe het is om als nieuwe stagiaire hier aan de slag te gaan? Ik neem jou graag mee voor wat handige tips. Moet jij meer dan 10 kilometer reizen, dan parkeer je gratis op de grote parkeerplaats buiten. Kom je op de fiets, dan kun je die hier achter mij stallen. We lopen nu via de personeelsingang het ziekenhuis binnen. Hier hangt de kleding voor het personeel. Hier haal ik mijn uniform op. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Trouwens, wist je dat het handig is om een paar sneakers of klompen en een pennenhouder aan te schaffen voor het begin van je stage? Ik ben Team Sneaker. Tijd om naar de afdeling te gaan. We zijn nu op de dagbehandeling. Er zijn 3 kamers met plek voor 10 patiënten. Op de afdeling wordt er gebruik gemaakt van een inwerkschema. Mijn dag begint om 7 uur en om 7:15 nemen we de eerste patiënten op. En om 8 uur starten de eerste OK's. Ik begeleid ouders en kinderen naar de operatie. Hier kleden we ons om en daarna worden we opgehaald door een anesthesiemedewerker. Ze begeleiden de patiënt verder naar de operatiekamer toe en we wachten daar tot het kind onder narcose is. Ik zorg daarna voor de verdere opvang van de ouders. Als de patiënt terugkomt van OK, geef ik wat eten en drinken en let ik op hoe het kind zich voelt. Als dit goed gaat, verwijder ik het infuus en mag het kind met ontslag. Ze krijgen een mooie diploma mee. Daarna is het tijd voor de administratie, zoals rapporteren, vitale functies invoeren. In de middag start ik met de belronde voor de volgende dag. Ik bel de ouders op om de laatste informatie, zoals tijden en nuchterbeleid, door te geven. Naast de praktijkervaring moet ik een opdracht maken voor school. Vanuit de afdeling krijg ik hier de ruimte voor. Zo houd ik een logboek bij en heb ik op die manier contact met mijn stagedocent. Ik heb de afgelopen periode veel geleerd. Ik heb met verschillende OK's mogen meekijken, onder andere keel- en neusamandelen verwijderen, trommelvliesbuisjes plaatsen en pinnen uit de arm verwijderen. Ook heb ik geleerd hoe ik kinderen en ouders begeleid op de kinderdagbehandeling. Daarnaast heb ik meegelopen op de neonatologie, de kinderafdeling en de kraamafdeling. Wil je meer weten over stage lopen in het Deventer Ziekenhuis? Kijk dan even op de website.